Daar zijn we dan weer. Welkom bij de enige echte NEC-update. Richting de wedstrijd van donderdag. De KNVB-bekerwedstrijd wordt hier gespeeld. Roda JC is dan de tegenstander. Daar komen we zo meteen op. Want we gaan het eerst eigenlijk over veel belangrijke dingen hebben. Want ja, de vraag is na afgelopen zondag. Hoe is het met de ploeg? Hoe is het met Bas? Het gaat goed met hem. Er worden onderzoeken gedaan. Hij is nog in het ziekenhuis. Hij is wel wat moe, maar ja, het gaat wel goed met hem. Heb je nog contact gehad met Bas? Ja, we hebben elke dag contact en we gaan ook zo dadelijk met de groep even met hem bellen. Ik wil hem ook niet overvragen, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die contact met hem zoeken. En het is denk ik heel belangrijk dat hij gewoon zijn rust krijgt. Zag je gelijk dat het echt mis was? Ja, want ik stond eigenlijk schuin voor het moment en de bal gaat achter hem langs. Ja, dan zie je de manier waarop Bas naar de grond ging, dan weet je dat het geen duel is geweest of zo. Dus ik was ook al heel snel bij de vierde man. Maar dat duurde even, maar ik had meteen in de gaten, dit is slecht. En dan weet je natuurlijk niet wat het precies is, maar dan zie je ook die spelers en de hoofden van de spelers. Ja, dan is er een bepaalde mate van onzekerheid natuurlijk, omdat wij aan de kant staan. Maar je weet wel, ja, dit is niet goed. En dan is het hopen, bidden dat het goed komt. Ja, hoe gaat het met hem? Dat is het enige wat je wil weten. En gelukkig kwam een van de fysio's naar de kant. Die zei, nou, hij is bij. Ja, dan ben je zo blij en emotioneel. Dus het is een rollercoastertje, ja. Ja, het was een heftig moment voor iedereen natuurlijk in het stadion, voor de technische staf en voor de spelers op het veld. Een van die spelers was Lasse Schöne. Het zijn zware dagen geweest. Maar ik denk dat wij het... We hebben er goed over gesproken, veel over gesproken. En niet alleen als team, je merkt ook in groepjes. Spelers zijn toch met elkaar en daarover bezig en daarmee bezig. En het belangrijkste is natuurlijk dat Bas goed is. En we hebben hem gesproken en we gaan hem vanmiddag weer spreken. Tijdens de lunch gaat hij even videobellen. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, laten we eens even teruggaan naar dat moment. 89e minuut was het in Alkmaar. Je was er nog niet zo heel erg lang in. En dan gebeurt het. Ja, klopt. Ja, ik zag al iets gebeuren. Ik probeerde het scheidsrechter inderdaad even daar te waarschuwen dat iets was. En hij zette hem vrij snel daarna stil. En toen had je wel door dat het goed mis was. En dan sta je daar met z'n allen als groep. Je moet je machteloos voelen, denk ik. Nou ja, dat voel je ook. Gelukkig weet je dat er achter goede mensen zijn. En het is goed afgelopen. Maar er zijn natuurlijk geen prettige minuten. En er wordt natuurlijk wel wat gesproken onderling als je daar staat. Mensen willen een beetje naar achter, maar probeer iedereen wel zoveel mogelijk dat ze naar voren gaan kijken. Dat zijn wel hele moeilijke minuten. Ja, en dan kom je maandag op de club. Dan hebben jullie met elkaar even gezeten. Daarna ga je gewoon de training in. Is dat een lekkere afleiding ook even? Ja, ik denk dat dat wel een goed gezien is, ja. Ik denk dat dat een goede afleiding is. Dan ben je even op het veld. En die paar momenten waar je dan even een dolletje maakt, daar even niet aan denk. En zo is het ook. Je moet ook natuurlijk ook door. Dus dat is wel zo'n goede manier om het te doen. Ja, en door al die gebeurtenissen natuurlijk met Bas Dos is het heel logisch. Dan hebben we het helemaal niet meer over dat voetbal. Dan vergeten we dat. Is ook helemaal niet belangrijk. Maar toch wil ik het wel eventjes aanhalen. Want het eerste half uur werd er door NEC gewoon goed gevoetbald. Ja, nee, zeker. Ik denk dat je bij een ploeg speelde die nog niet heeft verloren in Nederland in de competitie. 8 keer gewonnen, 1 keer gelijk. Ja, en als je je dan zo kan presenteren als eenheid, als een werkmachine zou ik zeggen, dan is dat mooi om te zien. En dat gevoel willen we ook meenemen naar morgen en naar zondag. Nou, en dat het dan misschien voetballend iets minder is, misschien ook wel, dat zien we dan wel. Maar we gaan wel als elftal ervoor strijden. Ja, het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd uitgespeeld gaat worden. Die 4-5 minuten, daar komt de KNVB op een later moment op terug. Dan maar even naar de wedstrijd van donderdagavond hier om 9 uur. De KNVB-bekerwedstrijd tegen Roda JC. Ja, heb je eigenlijk wel zin om te voetballen? Voetballers en sporters die vinden het ook wel fijn om gewoon geconcentreerd en gefocust te zijn naar het volgende wat ze gaan doen. Ik denk ook dat het enorm helpt dat Bas heel positief is. Ik weet zeker dat Bas zou zeggen, je moet gewoon voetballen. Want dat is het leukste wat er is. Dus dat nemen we mee. Dat is ook het gekke, morgen staat er weer een wedstrijd op het programma en die moet je weer spelen. Maar goed, dat hoort erbij. Ik weet ook dat Bas dat alleen maar wil dat wij vol gas geven, maar dat het een andere wedstrijd wordt, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, en dan ontbreken er ook nog eens een paar spelers. Nuitink, Brian Pereira, Sandler,
Sontje Hansen, Cas de Wit, Bas Dost, die zijn er sowieso niet bij. Ik ga straks even dat puzzeltje leggen, maar met minder stukjes puzzelen is het altijd makkelijker dan met meer. Alleen, ik doe liever moeilijkere puzzels. Dus we zullen het zien. Ja, en dan nog één vraag. Wie gaat de keeper? Roefs. Dus daar hebben we een mooie keus. Toch? Ja, ja, zeker. Okay. Donderdagavond om 9 uur, dan zal er afgetrapt worden hier in het Goffertstadion tegen Roda JC voor de bekerwedstrijd. Kun je er niet bij zijn, kan natuurlijk zomaar. RN7 Radio is er altijd bij en dan kun je weer inschakelen. Kun je alles live volgen, 2 keer 3 kwartier gewoon live op de radio. Het laatste nieuws, dat lees je altijd over NEC op mijn X of Instagram account of op TikTok, ook leuke filmpjes. En wij zijn er eind deze week, oftewel vrijdag weer, met een nieuwe NEC-update. Dan richting die belangrijke wedstrijd van zondag tegen Volendam. Graag tot dan!